De Centrale Bank van Suriname, CBVS, heeft een persstilte ingelast over de in beslag genomen euro's in Nederland. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut NII na een gesprek met governor Glenn Gersie. Vorige week nam de Nederlandse douane een geldzending van 19 miljoen euro vanuit Suriname in beslag. Het Openbaar Ministerie van Nederland vermoedt dat deze middelen gegenereerd zijn uit witwaspraktijken. Gersie onderstreept dat de Centrale Bank van Suriname in overleg is met het Openbaar Ministerie van Nederland ten einde in deze kwestie. Sinds de geldzending in beslag is genomen, is de eurokoers in een neerwaartse spiraal terechtgekomen.